Dit is Smip uit de Amsterdamse Bijlmer. Ik vind hiphop geweldige muziek, maar ik denk ook dat hiphop ons belangrijke verhalen kan vertellen. Verhalen die misschien wel nergens anders verteld worden. Ja, klopt. Ik bekijk hiphop eigenlijk zoals je literatuur kunt bekijken. En ik wil daarbij begrijpen hoe de verhalen die in Nederlandse hiphop verteld worden eigenlijk invloed hebben op de jongeren in de jeugdcultuur. Wat vind je ervan dat Aafje die dingen die jij maakt zo onderzoekt en onder de loep neemt? Gisteren zat ik op de bank en toen was ik gewoon... Dat doe ik gewoon af en toe, dat ik gewoon mijn naam ga googlen en dat ik dat soort dingen zie. En toen zag ik gewoon van het... dat er iemand mijn teksten ging ontleden. En het klopte gewoon allemaal, zeg maar. En ik heb dit nog nooit echt gehad. Waar? Ja, het klopte gewoon. En ik heb dat nog nooit gehad. Mensen denken altijd dat de muziek die ik maak best wel oppervlakkig is. Maar het is eigenlijk alles behalve oppervlakkig. Vooral omdat heel veel mensen een mening hebben over wat deze muziek en deze jeugdcultuur voor jongeren betekent. Over de invloed die hiphop heeft op jongeren en ook over deze jongeren zelf. Maar we weten er eigenlijk echt nog maar heel weinig van. En we horen de verhalen van deze jongeren ook bijna nooit in traditionele of gewone media. Er wordt dus wel heel vaak over deze jongeren gepraat, maar ze komen zelf bijna niet aan het woord. En juist in die muziek worden ze geïnspireerd om eigenlijk hun verhaal te vertellen over hoe zij zichzelf en hun leefomgeving bijvoorbeeld zien. Wat ik heel jammer vind is dat ik dus niet real life kan afspreken met de jongeren die ik onderzoek. En ook met de artiesten bijvoorbeeld. Dus ik had heel leuke momenten gepland staan waarbij ik de kans krijg om hiphop artiesten die natuurlijk heel druk zijn te spreken. Dat gaat allemaal niet door. En wat ik nu eigenlijk een beetje als oplossing heb bedacht is gewoon om me maar helemaal in de theorie en in de boeken te storten. Alles wat ik nu kan doen qua analyse ga ik nu alvast doen. En dan heb ik straks, hopelijk nog heel veel tijd om in het echt met jongeren over hiphop te spreken. Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit. Faces of Science.